Goedemiddag beste kijker, leuk dat u even kijkt. Mijn naam is Rob van den Burg, mede-eigenaar van Octries Dakwerken, Bergen op Zoom. We staan hier op een van de mooiste tuincentrums van Nederland, Intratuin Halsteren. Een aantal maanden geleden werd ons bedrijf benaderd door de directie van Intratuin Halsteren of het verstandig is om hun dak eerst te gaan laten controleren voordat er zonnepanelen geplaatst gaan worden. Op het moment dat hier alles volgt met zonnepanelen en er is wat aan de hand met het dak, dan is de kans groot dat alle panelen verwijderd moeten worden. Dit brengt flinke kosten met zich mee om alle panelen van het dak af te halen en weer terug te gaan laten plaatsen. Dit loopt op tot duizenden à tienduizenden euro's. Zwarte dakbedekking kan zomers met hoge temperaturen oplopen tot om en nabij de 70 graden. Witte dakbedekking daarentegen kan oplopen om en nabij de 40 graden. Ook de reflectie van een witte dakbedekking is vele malen beter dan de zwarte dakbedekking. Al snel was het voor de directie dus ook zeer duidelijk om te zeggen, we gaan voor een wit bitumen, voor een beter rendement voor de zonnepanelen. Mocht u van plan zijn zonnepanelen te gaan nemen en u weet dat uw dak al wat jaartjes oud is, laat het dak eerst goed door een vakkundige controleren. U kunt daarvoor bijvoorbeeld ook ons bedrijf benaderen. Beste kijker, we willen u gaan vragen ons bericht zoveel mogelijk te delen. U kunt hier een ander wat mee leren over het platte dak. En daarin ook ons bedrijf een klein beetje meer naamsbekendheid geven. Wij gaan daarvoor wat terug doen voor u. Wij gaan weggeven 2 keer 250 euro shoptegoed die u kunt besteden bij dit mooie Intratuin Halsteren. Dan willen wij ook Intratuin Halsteren bedanken voor het vertrouwen in Octries Dakwerken, voor het mooie project wat we hier hebben kunnen doen.